Goedendag, ik ben Luc Sala en dit is Mister Media. Vanavond in het programma ben ik een beetje vakantiestemming. Ik ben naar Amerika geweest, onder andere naar Montreal, naar een grote internetconferentie. En ik ben in Chicago gaan kijken, want eind augustus is daar de National Democratic Convention, waar Clinton als democratisch kandidaat waarschijnlijk, of vrijwel zeker, herkozen gaat worden. Maar het is leuk om eens te kijken hoe de sfeer in Chicago was. Verder hebben we een programma over muziek door de eeuwen heen. Dat wil zeggen muziek met prehistorische instrumenten. Een heel interessante visie, want in het verre verleden was muziek iets waar alle mensen aan meededen. En dat hebben we tegenwoordig weer. De zogenaamde klassieke muziek is iets voor de elite. Dus een soort democratische trend in muziek. Prehistorische instrumenten. Verder natuurlijk wat over die INET-conferentie in Montreal over het internet. En verder komt het onderwerp UFO's weer uitgebreid aan de orde in een interview van John Cules. Hij praat met een aantal experts over de X-Files, UFO's. En met name ook omdat komende zondag in Mystère er een X-Files marathon is. We wensen u een prettige avond met Mystère Media. De computerindustrie. Zoals iedere week geef ik weer een overzicht over hoe het ermee staat in de computerindustrie. Het belangrijkste nieuws van de afgelopen weken was voor Nederland natuurlijk dat het bedrijf Eskom, met een kleine 40 winkels, failliet aan het gaan is. Dus een surseance van betaling en waarschijnlijk een faillissement. Eskom is dus in ieder geval in de constellatie met een Duitse moeder, die in totaal in Europa iets van 600 winkels had, voorbij. Daarmee is de hoos van de computerketens een beetje in discrediet gekomen. We hebben in Nederland een paar van die ketens gehad. Eén daarvan is nu weg. En hun lage prijzen en agressieve verkooppolitiek heeft dus niet helemaal goed gewerkt. Nou is dat niet alleen in Nederland zo. Want ook in Amerika blijkt dat bijvoorbeeld Apple de afgelopen maanden 30% en 35% minder heeft verkocht dan vorig jaar. Apple is on the way out. Dat weet iedereen in Amerika langzamerhand wel. Ze hebben de producten aan de ene kant te goedkoop gemaakt. Ze zijn op de budgetmarkt gaan zitten. Op dezelfde manier als Eskom. En daar was de concurrentie van de PC te groot. Daar waar ze veel geld konden verdienen, in de professionele grafische markten, hebben ze eigenlijk de buit een beetje laten verlopen en hebben bedrijven als Silicon Graphics en anderen een stukje van de markt overgenomen. Apple dus serieus in de problemen. Maar daar houdt het niet mee op. Ook Digital is in de problemen. Tenminste, wat betreft de PC's. Pesatori, de topman van Digital, die zich bezighoudt met de PC's, heeft zijn ontslag genomen. En dat is omdat het gewoon niet goed liep. Digital is erg goed in wat grotere computers, maar heeft niet voor elkaar gekregen om met PC's ook de markt naar zich toe te trekken. Langzamerhand is het een beetje een ramp aan het worden op de computermarkt. Want er zijn nog een paar grote bedrijven, zoals IBM en Compaq. Er is een nieuwe ster aan het firmament, NEC, dat samen met Packard Bell een combine aan het vormen is. Maar de vele, vele kleinere computermerken die we de afgelopen jaren gezien hebben, zijn langzamerhand of aan het verdwijnen of in de problemen. Voor wat betreft Nederland is wat dat betreft natuurlijk heel aardig dat staatssecretaris Vermeend een voorstel heeft gedaan om internetcomputers en PC's volgend jaar aftrekbaar te maken voor particulieren en bedrijven. Aan de andere kant is het zo'n brede maatregel die een paar honderd miljoen gaat kosten en gewoon eigenlijk een subsidie is voor de computerindustrie in ons land en de computerdealers in ons land die die dingen mogen gaan verkopen. Het is eigenlijk een beetje onzin. Wat dat betreft kunnen we wel zeggen, de politiek in Den Haag geeft wel heel duidelijk aan dat ze niet echt weten waar het om gaat. Dit soort veel te brede subsidies die niet gericht zijn op een specifiek doel leiden alleen maar toe dat er een aantal bedrijven veel geld gaan verdienen, maar dat bijvoorbeeld het internet niet echt gepromoot zal gaan worden. En volgens mijn mening hoeft dat ook niet. Op onder andere het congres INET 96 in Montreal is duidelijk geworden dat de chaos in het internet heel langzaam begint door te dringen tot
de leveranciers tot de makers en dat men wat kritischer aan het worden is. Het internet is niet meer de grote toekomstmuziek, de grote hoop dat het allemaal fantastisch groot zou worden, dat iedere Nederlander, dat iedere wereldburger aan het internet zou gaan. Men is wat kritischer geworden en heeft ingezien dat zo'n wereldwijde globale bibliotheek, want dat is het World Wide Web eigenlijk, voor bepaalde mensen, voor het onderwijs, voor studenten, voor researchers, heel nuttig is, maar dat je niet moet verwachten dat iedereen daaraan gaat zitten. Dat wil niet zeggen dat er toch geen belangrijke ontwikkelingen zijn wat betreft het internet, want met name de trend naar video op het internet wordt steeds belangrijker. Zeker met zo'n kabelmodem zoals in Amsterdam, waarbij je dus veel grotere snelheden kunt bereiken, kun je veel meer aan video doen. En de vraag is nu, in welke mate gaan we dat invullen met video? Op dit moment kan het nog niet, het is nog te langzaam, maar op den duur gaat het zeker gebeuren. En wat ga je dan via het internet zien? Je krijgt een soort video on demand via het internet. Dat is heel interessant. En wij van Mister Media zijn met name geïnteresseerd om te zien wat voor programma's je daar dan voor kunt brengen. Kunnen we over een tijdje verwachten dat lokaal nieuws via digitale camera's op het internet gezet gaat worden? Zodat je gewoon kunt zien wat er de afgelopen 24 uur in Amsterdam gebeurd is, of wat op een gegeven moment de verkeerssituatie is. Er is dus wel degelijk toekomst voor de techniek van het internet en daar wordt aan alle kanten aan gewerkt en daar houden we u op de hoogte. Tot zover de computerindustrie deze week. Waarmee je direct videobeelden kunt maken. Waarmee je dus direct bijvoorbeeld een titeltje kunt maken. Heel snel in je video integreren. Virtual reality. Er wordt al jaren gepraat op dit soort beurzen over virtual reality. Je ziet het op tv, er worden programma's over gemaakt. En als je dan echt eens gaat kijken op zo'n beurs wat er nou is, dan zie je hier en daar een helpje. Maar echt indrukwekkend is het nog niet. Het blijft een beetje prutsen. Het blijft iets voor de hobbymarkt, voor de echte mensen die er wat mee willen rommelen. Echt belangrijke virtual reality bedrijven zijn er nog niet opgestaan. In Nederland zijn er een paar bedrijven mee bezig. En je kunt bij allerlei zaken natuurlijk wel een helm kopen voor een paar duizend gulden. Maar dat is toch nog niet de kwaliteit waar je op zit te wachten. Of je hierop zit te wachten, weet ik niet. Dit is een, u gelooft het niet, geen vissenkom, geen aquarium, maar een televisie in een glazen bak. Computer-generated aquarium. Een soort video waar je de hele dag naar kunt kijken.